Morning YouTube yogasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag weer eens MW3. Ja, lekker. Ik heb het eigenlijk vanaf maandag tot en met vrijdag heb ik het toch al volgehouden om een uploadschema te houden. En dat is toch wel heel erg lekker, want ik had zelfs iets, nou, het is voor mij een beetje lastig allemaal. Omdat ik natuurlijk in die wisseldiensten zit, in die ploegendienst. En dan, ja, voordat je het weet, ben je alweer een paar dagen verder, weet je. Dat, die dagen, die, ja, die ben je op een gegeven moment ben je die een beetje kwijt. Maar goed, tot nu toe is het aardig gegaan. Vanmorgen staat er alweer een trailer online. Die komt er morgenochtend om 8 uur. Ik moet nog even een Bo 2 Capture the Flag live maken. Dat ik denk dat ik dat zo direct nog even ga doen. En ja, dan is het in ieder geval voor vrijdag weer af. Zaterdag wordt een beetje zeuren. Want in ieder geval die Minecraft heb ik klaarstaan. Die kan ik ook alvast gaan uploaden. En dan heb ik die er ook alvast op staan. Weet je, want ik kan natuurlijk gepland online gooien. En dan heb je gewoon zaterdag online. De trails, dat wordt een beetje lastig. Ik heb tot nu toe nog niks opgenomen met Paul. Paul is natuurlijk best wel druk bezig geweest. Dus met zijn parody. Ik vind het trouwens echt een hele vette parody. Heb je nog niet gezien? Check even het kanaal van Paul. En ja, je moet hem zien. Nou, ik denk dat de meesten hem wel hebben gezien. Maar hij is echt heel vet. Hij heeft hem natuurlijk gedaan samen met Greta. En Greta, dat is zo'n lekker chickie. Zeker. Echt waar. Als ik die toch op het strand tegen zou komen, dan zal ik mijn eigen helemaal, hè? Nou ja, oké. Okay. Maar dat is een hele leuke video en die kan je gewoon gaan kijken natuurlijk. En ja, dus die trails voor zaterdag, ja, ik weet niet of dat helemaal uit gaat komen, hoor. Dat weet ik niet, dat moeten we maar even kijken. En in ieder geval is die Minecraft en daar heb ik ook heel veel reacties op. Jeff, Jeff, allemaal leuk, leuk, leuk. En ja, weet je... Vaker, vaker, vaker. Maar ja, ik doe hem nou 2 keer in de week. Ik doe hem natuurlijk op dinsdag en zaterdag. Ja, hebben jullie echt zoiets van, nou, we willen hem ook op een, weet ik wat, op een woensdag hebben. Dat zou misschien ook nog wel kunnen. Laat het gewoon even weten in de reacties, hè. Dan doe ik die ook op gewoon op een, sorry, niet op een woensdag, maar op een donderdag. Dan doe ik die natuurlijk gewoon op een donderdag. En dan upload ik gewoon 3 video's op donderdag. Ja, zo simpel ligt dat. Zo simpel zit het in elkaar. Oké. Ja, nog even over Call of Duty. Ik vind de Call of Duty de laatste tijd is gewoon een fucking speeltuin aan het worden. Het lijkt wel Walibi Hero. Allemaal kinderen zitten erin. En ze zitten allemaal gewoon te campen en te kloten en weet ik het allemaal. Deze gameplay valt het allemaal wel mee, hoor. Deze gameplay is gewoon 's morgens geloof ik heel vroeg opgenomen. Maar 's avonds en 's avonds laat... ja, dan zijn die buitenlanders, zeg maar de Amerikanen en zo, die zijn er natuurlijk ook. En dan ja, merk je het ook gewoon natuurlijk dat het heel erg is met al die, ja, die campertjes en zo. En trickshotters en rondjes draaien, rondjes draaien, rondjes draaien, rondjes draaien. Totdat je duizelig wordt. En dat je dan probeert te schieten. Het is gewoon één groot drama. Het is ook totaal niet speelbaar meer. Het is een, ja, die connectie is ook gewoon heel erg slecht. En over connectie gesproken... ik heb een telefoonprovider en daar is de connectie ook heel erg slecht van. Want ja, die connectie, ja, je kan gewoon niet bellen, weet je, in huis. Ik kan binnen in huis, kan ik gewoon niet meer bellen. Ik hoop niet dat jullie te veel geluid, te veel geluid hebben op de achtergrond. Mijn meisje is even water aan het koken. Dat moet ook gewoon even tussendoor, dat is natuurlijk voor de klanten. Maar goed, ja, het is gewoon dramatisch, weet je. Je kan niet eens bellen en zo. Dan zijn we echt maanden bezig met mailen en bellen en weet ik het allemaal. Om van dat, in ieder geval van dat probleem af te komen. Of van dat contract af te komen. En nu echt eindelijk na maanden is het gelukt. Eerst zeggen ze nog van ja, je moet eerst even een ander simkaartje proberen. Nou, dan doe je dat. Nog steeds problemen. Ja, moet je met een andere telefoon doen. Heb ik al 40 keer gedaan, weet je. Ik heb al 10 andere telefoons gehad. Nee, we sturen hem maar even een telefoontje op en dan moet je daar maar even mee proberen. Zo'n HT nog wat. Moet je daar maar even mee proberen. Ook drama. Nou, uiteindelijk was er een vrouwtje. Die was toch wel redelijk bij de hand. En die zei, nou weet je wat, jullie hebben er zoveel aan gedaan. Ja, het gaat hem niet worden. Daarvoor zei ze al een keer van, je moet zo'n antennetje kopen. Kost ook nog eens een keer 80 euro. Of het niks is, weet je, 80 euro. Het is godverdomme een week eten, ja toch? En ja, het was gewoon dramatisch en zo. En nu, ja, kan ik eigenlijk een contract opzeggen bij Voda. Nog wat. En
ja, dan ga ik overstappen. Ik denk naar KP nog wat. En ja, we moeten maar even kijken. Ja, wat voor telefoon we er eigenlijk bij gaan doen. Ik zit zelf een beetje te twijfelen, want ik, ja, ik, wat ik nu in gedachten heb in ieder geval, dat is zo'n Galaxy S4. Ik heb nu de S2 en dat is echt een toptelefoon tot nu toe. Ik heb nog weinig problemen. Hij begint nou wel een beetje problemen te krijgen met het laden en zo. Nou, dat komt waarschijnlijk gewoon omdat er heel veel cacao poeier in zit. Want ik heb dat ding ook gewoon tijdens mijn werk in mijn zak. En ja, er komt toch altijd even wat stof in en zo. En ja, nou zit ik een beetje te twijfelen. Misschien ja, hebben jullie er gewoon even meer verstand van en zeg je van, nou Jeff, voor jou is het gewoon belangrijk om gewoon zo en zo'n telefoon te nemen. Let daar en daar op, hè? Want dan kan ik daar gewoon allemaal rekening mee houden. Sam, mijn vriendin, hè, Samantha, die heeft zoiets van, nou weet je wat, ik wil toch wel die iPhone wel ze hebben. Maar ik zeg ook tegen haar, voor jou is het niks, want dat ding is van glas, weet je, die glasplaat zit erin. En ja, als je dat ding één keer laat stuiteren, dan is hij ook meteen te barsten. En dat vind ik natuurlijk wel zonde. Op die S2 ook, die ik nu heb, ik heb er geen verzekering op gedaan. Want ik heb zoiets van, ja, als hij stuk is, weet je, dan gaan ze toch zo moeilijk lopen doen en zo. Als je hem opstuurt, dan ben je hem gewoon weer een paar dagen kwijt. Dat is gewoon allemaal kloten. En ja, tot nu toe, gelukkig is hij ook nog niet stuk gegaan. Maar ik heb toch zoiets van, ja, weet je wat, ik zal hem toch wel even verzekeren, denk ik. Want ja, volgens mij kan ik hem ook verzekeren voor waterschade. En dat soort dingen, ja, dat is toch wel lekker als je gewoon ook aan het varen bent en zo. Dat het in ieder geval verzekerd is. Maar goed, ik zeg ook tegen Sam, nou, ik zeg, weet je wat? Ik zeg, we gaan nog gewoon eens even onze subs vragen. Wat is tot nu toe de beste telefoon? Ik heb ook een preview gezien. En dat was eigenlijk tussen Galaxy en de HCT. De HT, HCT, weet ik veel hoe dat ding heet. En ja, toen kwam eigenlijk toch wel de Galaxy weer beter uit de bus. En, maar ik weet het allemaal niet, weet je. Laat het me gewoon eventjes weten in de reacties. Wat ik gewoon het beste kan doen, hè. Als ik het aan jullie vraag en de meeste stemmen, dan zal dat vast wel goed zijn. Dus ja, dat ga ik morgen even regelen. Morgen is het natuurlijk even kijken. Ja, morgen is het vrijdag. Of is het vandaag vrijdag? Nee, even kijken hoor. Dat bedoel ik ben die hele dagen er niet kwijt. Nee, morgen is het vrijdag, ja. En dan gaan we gewoon even naar de stad en dan gaan we het even organiseren. Verregelen, weet je. Nee, goed. Dus ja, dat gaat er eigenlijk gebeuren. Maar laat het even weten in de comments, want dan weet ik ook even hoe of wat. En vertel er ook even bij waarom. Weet je, waarom ik naar iets moet kijken van Jeff, daar moet je naar kijken, let daarop. En, maar zeg er dan ook even bij waarom. Maar goed, de gameplay zit er alweer bijna op de mooie map Oasis. Ik vind hem wel heel erg vet. Ik vind hem echt wel mooi. En ja, volg mij natuurlijk ook eventjes op Twitter. Volg mij ook eventjes op Facebook. He? Want af en toe dan deel ik nog wel eens wat en zo. En dat zijn toch wel leuke dingen. En toch ook wel dingetjes dat je af en toe nog wel eens wat kan winnen en zo. Ja, dan. Of bepaalde aanbieding van Xbox totaal. Dat retweet ik. Of drie dingen. Noem je dat op Facebook. En dan kan je daar natuurlijk ook gewoon van profiteren. Jongens, de gameplay zit erop. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Laat ook even een reactie achter, natuurlijk. Welke telefoon ik moet gaan nemen. Hè? Dan weet ik ook tenminste een beetje hoe of wat. Dan kan ik dat morgen gaan regelen. We sluiten af. 28 om 5. Met gewoon een standaard klas. Bedankt voor het kijken. Tot later. Ciao.